ben Nezet Lachap. Ik ben de community manager hier bij Pand Zuidwest. Wat is Pand Zuidwest? Pand Zuidwest is een verzamelgebouw van allemaal verschillende startende ondernemers. Ja? Die hier een plekje hebben. En wat houdt dat in dat ze hier een plekje hebben? Zij mogen hier met hun onderneming zitten. De een die verkoopt spullen, de ander die biedt diensten aan. En zo geeft de gemeente Den Haag hun kans om met hun onderneming te groeien. Oké, want wat kan je iets uitleggen over dit grote, ja, nog wel koude pand? Ja, ja, het heeft natuurlijk heel lang inderdaad leeggestaan. Het voormalige V&D-gebouw, dat kent die kennen heel veel mensen wel, ja? Natuurlijk. Die staat hier al een lange tijd op de Leiweg leeg. En zo is de gemeente eigenlijk op het idee gekomen om dit leegstaand pand tijdelijk in te vullen, was toen het idee erachter. En dan met startende ondernemers. Ja. En ondernemerschap natuurlijk daarin stimuleren. Maar ook leegstaand pand natuurlijk in te vullen. En Reuring op de Leiweg was ook een van onze doelen. Nou, dat gaat helaas, door corona gaat dat helaas, kan het op dit moment niet doorgaan. Oké, en wat gaat er nu op dit moment wel door in dit pand? Nou, de ondernemers die zitten hier met maximaal 3 tegelijk. Ja. En nou, de een die werkt aan de meubels, die schuurt ze, die lakt ze weer op om ze te verkopen. We hebben ook een meubelstoffeerster. Die werkt hier ook een aantal dagen per week. En zo rouleert het eigenlijk. En nou, bij ons geldt ook nog steeds de regel werk thuis als het niet nodig is om hier aanwezig te zijn. Maar ik moet zeggen, er wordt wel gebruik gemaakt, ondanks dat we dicht zijn van het pand. En natuurlijk, nu mogen we ook wat klanten op afspraak ontvangen. En dat gebeurt ook wel nu in deze tijd. Wij liepen net even rond en dan zie je toch een heleboel naaimachines staan. Hoe zit dat met die naaimachines? Ja, klopt. Dat is aan de andere kant inderdaad. Ik kijk nu naar de richting bij de meubelmakers. Aan de andere kant hebben we inderdaad heel wat mensen die met stoffen werken. We hebben een naaiatelier zitten hier. Dat is Kubra. Die werkt, die vermaakt kleding, maar die naait ook zelf. Bijvoorbeeld was bezig met dekbedden overtrekken zelf te naaien. Is ook als startende ondernemer. We hebben hier ook Mamoes die avondkleding verkocht. Dus vandaar de verschillende naaimachines die hier inderdaad staan. Oké. En iedereen kan zich gewoon inschrijven om hier te komen werken eigenlijk? Of? Ja, we zitten op dit moment zitten we eventjes vol. Maar via info@pandzuidwest.nl kunnen mensen zich eigenlijk voorstellen. Nou, wat doe je? Wat is jouw... wat houdt je onderneming in? En zo kom ik op mijn wachtlijst. En zodra er een plekje vrij is, dan neem ik contact op en dan gaan we in gesprek. En dan nodig ook diegene uit naar het pand toe om elkaar te leren kennen. Ja, want die mogen hier gratis dan werken. Op dit moment betalen inderdaad de ondernemers geen huur. Dat was ook vanuit het oogpunt dat mensen daardoor meer winst kunnen sparen eigenlijk. Om dan op een gegeven moment wel ergens te gaan huren. Het gaat allemaal via de mail. Via de mail, En we hebben ook een eigen website waar ook informatie op staat. Er is een grote verbouwing aan de gang hiernaast. En waardoor onze ingang ook is verplaatst naar de zijkant. Dus als er mensen komen, dan probeer ik het ook een beetje uit te leggen waar onze ingang is op dit moment. Dat is inderdaad niet de hoofdingang waar de V&D vroeger zat. Ja, oké. Nou, het ziet er allemaal heel erg verzorgd en zeer gezellig uit. Ja. Ik zou zeggen, heel veel succes met de onderneming. Ja, dankjewel. Ja, En wij zijn ook super trots dat we hier mogen zitten. Echt dank aan de gemeente Den Haag. De regio-deal natuurlijk, die er ook waardoor dit ook allemaal kan gebeuren. Ja. En de ondernemers ook zijn ook hartstikke dankbaar dat ze hier mogen zitten. Dus, en wij hopen dat we hier nog voor een lange tijd mogen blijven zitten. Oké. Nou, dankjewel voor het interview en succes. Graag gedaan.